Zo, de diagnose van de artsen voor Longo was een tijdje later niet zo optimistisch. Geblesseerd aan de heup zou haar deelname aan de Olympische Spelen in Seoul wel eens in het gedrang kunnen komen. En dan nog Ronse. De vrouwen reden in de voormiddag. Na de middag was er een wedstrijd voor amateurs. Niet het wereldkampioenschap, want er is in een Olympisch jaar geen apart wereldkampioenschap voor amateurs. In Ronse ging het om de finale van een regelmatigheidscriterium waaraan alle goede Belgische amateurs deelnamen. En ook een reeks sterke buitenlanders. Mark Uiterhoef was getuige. Die al vroeg waren weggereden, blijven in de slotronde deze acht over. Jan Matthäus, Jim van der Laar, Harm Jansen, een Nederlander, Robert Mathieu, een Duitser, Fabrizio Bontempi, een Italiaan natuurlijk, Johan Verstrepen, Daniel Beelen en Frank Franke, die al van voor de start zeker was van de eindzege in het regelmatigheidscriterium. In de brede afdaling van de Nieuwe Kwaremond springt Jan Matthäus weg en ondanks een reactie van de Duitser Mathieu en Frank Franke, begint Matthäus aan de laatste 6 kilometer met een tiental seconden voorsprong. Een prachtige inspanning van West-Vlaming Jan Matthäus. Achter hem valt het heel even stil en daardoor komt uit de achtergrond nog een Italiaan terug, Gianluca Pierobon. En dat zal zijn belang hebben, want eens weer bij rijdt die Pierobon zich uit de naad in dienst van Fabrizio Bontempi. Nog goed 600 meter omhoog tot de eindstreep is het. Ginder voor die motor rijdt nog steeds Jan Matthäus. Pierobon heeft zich leeggereden om het gat zo ver mogelijk dicht te krijgen. Verstrepen op kop van de achtervolgers nu. Bontempi in het wiel, Van der Laar in dat van Bontempi. Een geweldig spannende laatste kilometer wordt het nog. Houdt Jan Matthäus stand? U ziet hem ginder in de verte rijden. Nog steeds Verstrepen op kop. Bontempi bijzonder gemakkelijk rijden, zo lijkt het. Van der Laar heeft het moeilijker. Bontempi houdt zelfs even in. Kijkt even om. Komt tot naast Verstrepen. En het gat wordt centimeter per centimeter kleiner. Ginder boven ligt de streep, Jan Matthäus nog steeds op kop. Nu doet Bontempi een schepje bovenop en uit de achtergrond komt de West-Duitser Mathieu terug. Maar die heeft op zijn adem getrapt, geraakt niet eens tot in het wiel van Verstrepen. Bontempi heeft de spurt nu op gang getrokken. En Jan Matthäus valt compleet stil. Bontempi vliegt erover, kijk eens wat een versnelling hij nog uit zijn benen krijgt. Hier Matthäus, verloren. Ook Michiels Draf van der Laar probeert nog even. Maar Bontempi haalt het. Bontempi wint voor Van der Laar, Verstrepen, Mathieu en aanvaller Jan Matthäus wordt nog vijfde. Een Italiaanse dubbelslag vandaag in Ronse dus. En we hebben een tweede Bontempi ontdekt die Vlamingen in eigen land komt kloppen. Wie weet is het morgen weer van dat. Fabrizio Bontempi is, mocht u dat interesseren, geen familie van de bekende Guido. Al komen ze wel uit dezelfde streek. Weg van Ronse nu naar Francorchamps. Daar wordt...